Hallo team, kijk maar even of als deze video ooit toch nog openbaar is gekomen. Hallo iedereen. Ik heb net een video opgenomen over Pride collecties van kledingmerken zoals deze van Calvin Klein bijvoorbeeld. En dat ging niet altijd helemaal vlekkeloos, dus ik heb speciaal voor jullie ook nog een blooper video gemaakt. Plus nog wat bonusmateriaal waarin ik de Pride collecties bekijk van Apple, Converse en Dr. Martens. Ik hoop dat jullie gaan genieten van al mijn verspreken. In ieder geval bedankt voor je bijdrage. Kijk maar even. En ik start de opname. Opname is gestart. Converse. Ik ben benieuwd. This June we may not be hitting the streets the same way, but we're still standing alongside you, celebrating inclusivity through our sneakers and giving back through our community partners. Wel grappig dat bedrijven juist door het aflasten van de Pride weer een soort extra activisme kunnen uiten. Dit is die Pride flag met zwart en bruin erbij. Oh, ze schrijven eigenlijk dat dit jaar voor het eerst niet alleen maar mensen uit de LGBTQ community hebben meegedaan, maar ook allies. Ja, dat vind ik altijd een beetje dubieus, ja. Kijk, die schoenen! Regenboog, regenboog, regenboog. Nou, hier is het Converse logo met de regenboog erop. Moest natuurlijk ook. Het is juni en dat betekent dat alle grote kledingmerken en andere bedrijven weer met een speciale Pride. Het is juni en dat betekent dat alle grote bedrijven, kledingmerken en andere troep. Het is juni en dat betekent dat alle grote bedrijven. Ik heb geen overeenkomst te geloven. Alle grote bedrijven en kledingmerken. Het is juni, dus het is. Weer met een speciale Pride collectie kopen. Kledingmerken en andere bedrijven met. Pride collectie komen vol goed bedoelde regenbloem. Weer met een speciale. Pride collectie. Het is juni. Nu komt ie. Het is juni en het is. En ik weet dat er heel veel mensen in de LHBTIQ. En ik weet dat er heel veel mensen in de LHBTIQ. En ik weet dat er heel veel mensen in. Ik heb toch gezegd geen screensaver, verdomme. Nou, doen we nog een keer opnieuw, joh. No problem. Wel aardig warm hier. Gaan we nog een keer. LHBTIQA+ community. Gaan we naar een van mijn favoriete bedrijven, Apple. Apple staat er bekend omdat ze volgens mij best wel veel geld aan goede doelen geven. En hun CEO, Tim Cook, is ook uit de kast gekomen. Ze hebben een nieuw regenboogbandje voor je Apple Watch. Staat daar iets bij, de Pride Edition, bladibladibla. Apple is proud to support LGBTQ advocacy organizations. Staat niet bij met hoeveel geld. Ik hoop heel veel geld. Als ik een Apple Watch zou hebben, zou ik misschien wel zo'n bandje dragen. Het tweede criterium is, doneert het bedrijf met deze Pride collectie. Het tweede criterium is, wordt er geld gedoneerd aan een relevant goed doel? Het tweede criterium is, gaat er geld naar een relevant goed doel? Dus het bedrijf met deze Pride collectie. Het tweede criterium is, gaat er geld naar een relevant goed doel? Dus het geld. Dr. Martens heeft ook iets gedaan met Pride. This season we're honoring these values by celebrating the LGBT community. Ze zeggen wel letterlijk. Met onze schoenen met een regenboog erop genaaid. En dat is inderdaad letterlijk wat dit is. Het zijn de klassieke Dr. Martens met een regenboog erop genaaid. And this year we made a donation to the Trevor Project. The world's largest suicide prevention and crisis. Maar ik wil natuurlijk wel weten, hoeveel geld is dat dan? De regenboog sokken. En dit vind ik op zich wel origineel en grappig bedacht voor een schoenenmerk. Dr. Martens regenboog laces. Veters. En ze geven $1 ton aan een organisatie die werk doet om
veilige... moeilijk om het real-time te vertalen. En ik ben natuurlijk geen modekenner, maar ik vind wel dat als je... En ik ben zelf helemaal geen mode... En ik ben zelf natuurlijk helemaal geen modekenner. En ik ben natuurlijk geen modekenner. En ik ben zelf niet echt een modekenner, maar ik vind wel dat als je kleding voor homo's maakt, moet het wel smaakvol zijn. Dan gaan we naar iets Nederlands wat ik van iemand kreeg doorgestuurd. Amsterdam Denim. Nog nooit van gehoord. Sorry. I am human pride. Okay. We are all human. We all cast the same color shadow and bleed the same color red. Ugh. Man in I am human stands for mankind, regardless of gender. Bla bla bla. Proud of Amsterdam. Nou goed. Het is een exclusive collab met Zalando. Especially for pride. Maar niet één woord over LGBTQ of iets. Alleen maar dat we allemaal hetzelfde kunnen bloed hebben. Ja, hier ziet er dus echt niks mee op, meneertje. Zo, poesje. Heb je er lekker bij gelegen? Kijk nou. Echt op mijn bureaustoel.